daar is hij dan. Ik had Luca goed te pakken, hè? Nou, gefeliciteerd met je wachting als winning. Je was gewoon beter. Hij was lekker aan het schelden en doen, ik denk. Yes. Big Verge. Maar ja, Leva natuurlijk. Fair, jij als echte Feyenoord-fan natuurlijk. Nee, ik heb er echt scheid aan, hoor. Dan gaan we weer een wedstrijd spelen voor het kampioenschap. Wil je nog een flashback zien van seizoen 1? Ik niet. Ik wel. Kut. Adama. Vorig seizoen had je ook de finale. Dan wil ik daar ook een flashback van. Kom van Bolo! Oh, ja! Ja! Nou, succes, jongen. Succes. Oh, nice. Gewoon naast de bal gestapt. Ja, dan krijg je hem tegen. Lekker. Je stapt ook volledig naast de bal. Stapt er ook volledig naast. Ja, dan staat hij vrij. Oh, heb je mazzel. Kan niet. En daar ga je. Ja, joh, helemaal vrij. Oh. Nah, kom op, jongens. Zit graag tot je. Ik ben ze direct in leefstand. Ik ben weg. Ah, dat is goed gedaan. Oh. Dus ga even doorstappen. Hey. Geef hem mee. Oh. Ik weet lekker. Is het eigen, maar niemand staat er dus. Oeh. Nee, dat is wel gek in de stut, zeg. Jezus, maar. Typisch twee schoten voor twee goals tegen. Wat gaat Mastermind Chris doen? Nou, om niks te draaien. Kan. Maar ook niet zijn been uitsteken. Oh. Wat ga je nou ook doen, man? Hij loopt ook gewoon van die bal af in plaats van er naartoe. Wat is dit nou weer? Jongen, echt. Oh. Hé, eindelijk een keer een naam. Wat een gelukje. Dit was niet eens een geweldige fase. Dat is een kut, man. Dan komen de trauma's naar boven. Ja, je weet het nooit, hè. Over een fucking been heen struikelt. Oh. Tactisch daar vooral uitgehaald. Joep. Lekker aanname, Leo. Oh. Beter. Nice. Top dit. Yes. Wat een kappe spot. Ja, wat een slechte pot. Maar ja, wel een keer gewonnen. Man. Leuk dat hij ook zegt dat Noyer twee reddingen heeft. Echt geweldig, gaan. Ik heb twee schoten op doel tegen, maar oké. Ja, dat zijn al voorzetten en zo. Nou, Alisson had nul reddingen, dus op zich. Voor een korte finale. Goed gespeeld. Blij dat ik een keer... Gefeliciteerd. Dat ik mijn trauma een beetje weg kon vegen. Want toen je die 2-1 scoorde, toen... Dacht je er wel wat trouwrace door mijn hoofd. Oh nee.